In de inmiddels propvolle auto dreigt het nu behoorlijk uit de hand te lopen. Zo, de tering. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Hoe lang gaat dat even? Relax. Dit is Nicholas Lambert, een grote oplichter. Een Yahoo-boy, zoals ze hier worden genoemd. Hij stal 15.000 euro van de Nederlandse Jeannette. De oplichter woont volgens buren in dit appartementencomplex midden in de Nigeriaanse stad Owerri. Met de plaatselijke politie staan we nu op het punt een inval te doen. Oké, ze gaan naar binnen met wapens. Nobody comes out. You understand? I understand. Hier woont Nicky Lambert, Sergeant Mills. Wij mogen niet naar binnen, maar een van de mannen heeft wel mijn verborgen cameratas mee. Er worden diverse appartementen doorzocht. En het gaat er allerminst zachtzinnig aan toe. Al snel ontdekt de politie dat dit een hele grote vangst is. Het complex zit vol met Yahoo Boys. Many Game Boys. Ze trekken gewoon het hele huis leeg, joh. Stem maar vol. Helemaal vol met die gasten. Yes. Het is echt een heel hok vol, maar de ons hebben we nog niet. Alle collega's van Sergeant Mills komen eruit. Nee, 3, 4, 5. Wow. Jeetje. All Game Boys. Dus al die gasten hebben misschien wel bij elkaar 20 vrouwen besodemieterd, hè? In de inmiddels propvolle auto dreigt het nu behoorlijk uit de hand te lopen. Zo, de tering. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Hoe lang gaat dat even? Relax. Een van de Yahoo Boys weigert zijn telefoon te ontgrendelen. En dat moet hij duur bekopen. In georganiseerd verband worden vanaf deze locatie wereldwijd datingsites en Facebook-accounts bestookt met nepprofielen. Inmiddels 10 man opgepakt, maar onze man... Zit er niet bij, hè? Hè? Zit er niet bij. Nee, nog niet. De Jeannette is gepakt door deze gasten. Die hebben haar opgelicht. Dit groepje. En daar zat hij ook bij. Maar hij is toevallig even fietsen, denk ik. Ja, dat is wel bizar, toch? Het is upstairs. Terwijl de verdachten worden afgevoerd naar het politiebureau, mogen wij het pand in. Kijken of we de muren herkennen. Nu kan ik aan de hand van de foto's die de oplichter, zonder dat hij dat wist, met zijn selfiecam van zichzelf maakte, kijken in welke ruimte hij zich bevond. Different ceiling. Yes. Different ceiling. That is the room. This is the room. So? This is the room. He opened yesterday. Look. It's this window. You see? Yes. And this is his face checking. So he was sitting here like this. This is the room. 100%. Look. Exactly. Look. Ceiling? See the ceiling? See the... And the color, yeah. Yes, yes. We hebben 100% vastgesteld dat Jeannette vanuit deze kamer is opgelicht. 100%. Het is namelijk die hoek van het plafond die we zien op de foto. En het is dit gordijn dat we zien op de foto. Maar deze Nicholas, waarvoor we de hele reis hebben gemaakt, is dus nog steeds voortvluchtig. Degenen die hem wel moeten kennen, zitten allemaal inmiddels op het politiebureau. Nou, hier zitten ze allemaal, hoor. You know Nicky? I know him. Where is he? De jongen met het groene t-shirt blijkt vandaag nog contact met hem te hebben gehad. Let's get him. Get him. It's better for you. It's better for you if you get him. It's better for you if you get him. You work with him together. You work together. He's my brother's friend. And what is his business? What is his business? Yahoo boy, eh? They are Yahoo boys too. All Yahoo boys. Nicholas blijkt zich een paar kilometer verderop schuil te houden. We go. We follow them.
We go to get Nicky. We follow them to a hotel. He's in a hotel. Dus wie weet spreekt hij de waarheid en hebben we zo meteen gewoon echt Nicholas Lambert zelf. Controlepost. Nou, er wordt even geld betaald, zie je dat? Hier naar binnen. You have him? Yes. Is that my Nigerian? That's him. Yes. That's him. Yes. He got you. It is him. Yes. We hebben hem. We hebben hem, man. We hebben hem. Ah, top. We have him. We have him. Ah. Wow. Very good job. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.